guardani fijo. No más ingi dringo. We zijn niet bij u geweest op Anu voor actie van financiële bijdrage. U ziet zelf, we hebben het zelf georganiseerd en we kunnen het. We hebben ons mensen die ons helpen dankzij de participanten van de Amazonemarkt met de opbrengsten. Niet dat we zoveel geld vragen, maar we willen dat laten zien van dat we het ook zelf kunnen. President, u bent de vader van ons nu. En ik ben uw dochter, ik ben uw zus, ik ben ook een moeder. Het is niet als andere landen, ik ben overal in, bij de inheemse in Amazone. Die kunnen niet met hun presidenten praten, maar wij kunnen dat wel. Ja? En dat appreciëren we. Ja? En wij hopen dat verder een goede samenwerking komt met de organisaties. Wij zijn aan het bundelen. Dank u wel. En ik ben gegaan naar Witsanti, waar ik uitgenodigd was door de lokale gemeenschap, de voorzitter van het dorpsbestuur. En vandaar heb ik ook vernomen wat ze verlangen vanuit de regering, maar wat ze ook zelf bereid zijn te doen. En dat na Pies Rokosami lobby, we moeten samen doen. En ik heb direct daar het besluit genomen dat er een presentiële werkgroep komt met lokale gemeenschap. Van het dorpsbestuur Witsanti, samen met medewerkers van de verschillende ministeries. En we gaan die projecten identificeren en we gaan het samen uitvoeren. Mevrouw heeft net aangegeven de kansen die u zoekt, maar dat u zelf hard werkt. En ik was gisteren op Apura. Zij die het niet weten, is een heel groot dorpsgemeenschap in het westen. We zouden de tweede stad worden als gevolg van de bauxietontwikkeling in West-Suriname. Maar helaas is dat project niet doorgegaan. Maar het dorp is nog steeds daar. Een groot inheems dorp, Indiaans dorp. Met heel wat bedrijfsactiviteiten. En daar zijn we samen met de lokale gemeenschap gaan kijken wat de noden zijn. En we hebben de eerste bakkerij. De eerste bakkerij daar opgezet, waarbij de lokale gemeenschap zelf brood gaat bakken. En de prijs zal heel laag zijn. Maar het systeem zal zijn dat we geen blom zullen gebruiken van tarwe wat geïmporteerd zal worden.
En dat is de opdracht die gegeven is. Dat de lokale gemeenschap cassave gaat planten. Wij gaan alles opkopen. Savemeel en tarwe en lablon. We met zuid brengen die alle de lokale gemeenschap. Waardoor je ook economische ontwikkeling daar krijgt. En voor wat betreft het vraagstuk van grondrechten. De regering heeft de wet al goedgekeurd enkele maanden geleden. De regering heeft die wet al gestuurd naar het parlement. En het parlement heeft een commissie van rapporteurs er is ingesteld. En we hebben vorige week als coalitie top gesproken over de behandeling van deze wet. En daar is opdracht gegeven dat die wet met hoogste prioriteit behandeld zal moeten worden. En als het niet deze maand is, zal het zeker de komende maand zijn dat we zullen starten met de behandeling, met de openbare behandeling. Ik zie een DNA-lid, Rui Wang, en hij knikt ja. Dus ik ga ervan uit dat in het parlement al beslist is dat we die wet in het openbaar gaan behandelen. Maar vanaf 25 november 75 zijn we een onafhankelijk land. Met die Surinamers die onze bloementuin vormen. En laten we die bloemen goed onderhouden. Laten we die bloemen ook de juiste voeding geven. Laten we die bloemen verzorgen dat ze verder gaan groeien en bloeien. Totdat wij allemaal elkaars cultuur, elkaars achtergrond, elkaars traditie gaan respecteren. En als eenheid gaan optreden. En laten zien aan de wereld. Ja, we zijn een kleine Verenigde Naties hier zo. Waar men voorbeeld kan nemen hoe verschillende groepen naast elkaar en vreedzaam met elkaar leven. Nogmaals, gefeliciteerd aan ieder. God bless you. Thank you. Dank u wel. Een groot applaus voor de president van het Nederland. Zijn excellentie, Tabitha Passat, Zandtoki. We gaan drinken op de gezondheid. Van alle inheemse broeders en zusters. Van alle inheemse broeders en zusters. We gaan drinken op de gezondheid van alle Surinamers. Drinken op de gezondheid van alle Surinamers. We gaan drinken ook op onze Javaanse broeders en zusters. We gaan drinken op onze Javaanse broeders en zusters. En we gaan drinken op de nationale eenheid Abrum Tidjari. We gaan drinken op de nationale eenheid Abrum Tidjari. En we actie Masragado. We actie Masragado. Charono le Folko. Fucharono le Folko. Tapa passifu Masragado. Tapa passifu Masragado. Na abastemeng pe Masragado wancharugo. Na abastemeng pe Masragado wancharugo. Gezondheid, cheers. Op jullie gezondheid. Au nom du président, M. Belmont Jean-Luc, vous remercie pour la photo avec les danseuses du village Palatekonana. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci pour l'invitation. C'est un honneur pour nous. Merci. Président, mais il faut que je vous remercie, il faut danser, tu vois. Il y a deux dames qui ont geleden. Kijk, ze daar rustig komen. Wij kunnen applaus voor deze twee dames. Een van de grootste oorzaken van de hoge prijzen in het binnenland is namelijk dat de gebieden niet ontsloten zijn. Je moet heel duur aan vrachtkosten betalen of per vliegtuig of per boot. En dan komt het inderdaad ja, dat die prijzen heel hoog zijn wat onbetaalbaar is. En dat moet je oplossen. En daar heb ik gisteren die twee ministers meegenomen van Openbare Werk en LVV. En ik heb hen afgelopen maanden gevraagd om voor mij alvast het design te maken voor die weg Nieuw-Nikeri naar Apura. En design heb ik al gezien. De begroting heb ik al gezien. Eerste kwartaal 2023 starten we met de bouw.
van die weg Nieuw-Nikeri Apura. En dan ga je zien hoe die prijzen omlaag gaan. Dan ga je zien die economische activiteiten. Dan ga je zien toerisme. En dan ga je zien namelijk dat Apura uit de isolatie gehaald wordt. En dat gaan we doen in alle dorpen. Met presentiële werkgroepen. Zoals we dat doen met Brokopondo. Zoals we dat nu doen met Matawai. Wet Santi ben ik geweest. Ook daar is afgesproken. Komende week installeer ik presentiële werkgroep Wet Santi om het te ontwikkelen. Die issues heb ik al. Apura zelfde. En dat wordt aansturen van het beleid vanuit het hoogste niveau vanuit het kabinet van de president. Voor wat betreft die sociale voorzieningen, daar hebben we een tal van maatregelen getroffen. Ja, maar soms blijkt namelijk, en ik ben blij dat ik voor ministers zie, dat die informatie op een of andere wijze daar niet binnenkomt. Dat probleem van Apura van Bazo-kaarten om de 6 maanden verlengen. Ik heb 400 meegenomen gisteren. Maar alle Bazo-kaarten zijn direct voor 4 jaar geldig. Nou, wat verlengen, Sanodé. Maar de mensen weten het niet. Dus wij moeten wat dat betreft nog agressiever zijn in onze voorlichting. Lobby, brother. We gaan door om die ontwikkeling te brengen tot in het verre binnenland, binnen de grenzen van onze mogelijkheden. En we gaan door om die eenheid te versterken, want door om die natie Suriname te versterken. En laat u wat dat betreft u niet laten afleiden door allerlei personen die denken om een stukje etnische haat of racistische opmerkingen de samenleving te gaan verdelen. Nee, we zijn een sterke samenleving en we laten ons niet verdelen. Met eenheid en verscheidenheid. En we gaan door. Ook alle Javaanse broeders en zusters, gefeliciteerd. Suriname, gefeliciteerd. Jullie allemaal ook gefeliciteerd. God bless you. God bless you all. Thank you. Dank u wel, excellent.